Het is een hele gevaarlijke uitspraak die ik doe, want het is zeer beladen. Wir haben es nicht gewusst. Deze uitspraak van kardinaal Simonis van begin dit jaar is keihard gelogen. De commissie veegt de vloer aan met dit soort ontkenningen van gezagsdragers binnen de kerk. Wij moeten vaststellen dat binnen de orders men het wel wist dat er ook vanuit de wereldorganisatie vaak naar orders en congregaties op werd gewezen. Dat er orders en congregaties waren waar periodiek die regels ook op misbruik betrekking hebben en dat te voorkomen werden voorgelezen, opdat het in het geheugen zou worden aangescherpt. Veel mensen, maar in elk geval de top van de katholieke kerk, wist dat het seksueel misbruik structureel was. Uit notulen werd duidelijk dat de bisschoppenconferentie ook op de hoogte was. Wij moeten vaststellen dat vanaf eind jaren 40 het punt van onder andere misbruik, ook misbruik met minderjarigen, op de agenda heeft gestaan. En dat het een punt van discussie is geweest. Zelfs vanuit Rome werden er richtlijnen gegeven hoe ermee om te gaan. Daders werden overgeplaatst, maar voor de slachtoffers was geen of nauwelijks aandacht. Slachtoffers moeten daarom vanaf nu serieus genomen worden, vindt de commissie. Een bisschop zou aanspreekpunt moeten worden voor hen die veel leed is aangedaan.